En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten, dat niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Na twee bevrijdingsdagen zonder festivals vierden we deze week weer uitbundig de vrijheid. Toch betekent dat begrip niet voor iedereen hetzelfde. Zo blijkt ook op de Wiegentse Markt. Ik kan het eigenlijk niet zo goed zeggen, of niet zo goed zeggen. Dat weet je eigenlijk pas als je iets anders meegemaakt hebt. Ja, dan weet je eigenlijk ook pas wat echt vrijheid is of bevrijding is. Ja, dus en vandaag heb ik toevallig, is mijn vader, die is op bevrijdingsdag gestorven. Dat is nou 45 jaar geleden. Dus dat was voor hem eigenlijk ook wel een beetje bevrijding, want ja, hij was behoorlijk ziek en zo, dus en dat komt iedere keer met bevrijding. En dat was ook op een donderdag, net zoals vandaag, dus dat vergeet ik ook niet meer. Toen was de markt, die was toen in de kasteel aan, want toen waren ze het marktplein aan het verbouwen of zoiets, dat weet ik niet meer precies. Maar dat vergeet ik ook niet, dus die dag die blijft wel eigenlijk altijd bij me. Nou, dat betekent heel veel, hè. We hebben de laatste jaren zoveel meegemaakt. Dus we zijn blij dat we op het kantje van vrijheid even nog, hè. Ik ben in 39 geboren, dus, maar ik kan me nog wel het een en ander herinneren, maar niet die ernstige dingen. Nadat ik in de schuilkelder gezeten heb, in de dijk in buurt en die kanonnen die er allemaal stonden en zo, dat wel, maar ja. Ja, alles. Dat betekent voor mij dat ik kan gaan en staan waar ik wil, dat ik mijn mond open mag trekken wanneer ik dat wil. Wel beschaafd, vind ik. Maar het geeft gewoon ruimte. Het geeft goed gevoel. Dat betekent vrijheid voor mij. Ja, ik zie wel dat het verhardt. Dat vind ik wel heel jammer om te zien. En mensen als Poetin die dan zijn eigen zin doordrijft en de wereld op slot gooit, dat is natuurlijk heel erg jammer. Ik vind dat we daar wat meer naar de groep moeten kijken met z'n allen. En wat minder naar onszelf alleen. Hè. We zijn heel erg met onszelf bezig. Ik denk dat het wel een belangrijk onderdeel is. Ja, het is mooi dat wij dat hebben. En ik hoop ook dat we dat er nog heel lang van mogen genieten, want het is natuurlijk niet vanzelfsprekend. En nu wat er in de wereld gebeurt, dat baart wel zorgen natuurlijk. Want hè, hoe lang hebben we onze vrijheid nog? En eigenlijk begint het hier al een beetje. Hè. We mogen al niet meer alles zeggen, want we worden op de vingers getikt. Ik vind het een nare maatschappij geworden. Niet leuk. Ook vrijheid en meningsuiting. Ook belangrijk. Want dat slaat tegenwoordig ook wel de wensen over, dat je niet meer je mening mag zeggen. En mensen willen elkaar iets opdringen. En ja, dat gaat op een gegeven moment niet meer. Nee. Nog even, ze slaan zelf elkaar de kop hierin. Ja. en ik begin bij mijn vriendin. Ja. Alles wat ik nou doe, wat ik nou kan doen. Ja, je moet er, in feite, je moet gewoon deels kunnen zeggen wat je wil. Soms kan het wel eens te ver gaan, maar wel netjes blijven. Maar voor de rest, ik geniet van mijn vrijheid, dankzij 5 mei. Vrijheid, zoals wij nou zijn in ieder geval, vrij. Wat vrijheid is, ja. Dat je hier gewoon kan staan. Dat je hier gewoon kan staan. Ja. En kunt zeggen wat u wilt? Ja, dat mag niet meer op televisie. Dat is voorbij. Ligt dat aan dat ene programma? Nou, dat weet ik niet. Ligt ook aan een hoop mensen. Je kunt toch nergens tegen, of ze kunnen overal tegen. Het is het een of het ander.